Ja, Joey, een gelijkspel tegen de koploper, NAC Breda. Wat gaat er nu door je heen? Aan de ene kant toch een teleurstellend gevoel. Als je zo lang in de wedstrijd nog met 2-1 voor staat, dan is het wel jammer dat je uiteindelijk nog gelijk speelt. Ja, want thuis nog wel steeds ongeslagen. Wat maakt jullie hier aan de Aalsterweg nog steeds onverslaanbaar? Ik denk de sfeer die hier hangt en sowieso wij als elftal. Ik denk hier op dit veld dat wij met ons combinatiespel goed kunnen spelen en dan wedstrijden kunnen winnen. Ja, jij en Sammy vandaag weer de doelpuntenmakers. Wat is het dat jij en Sammy in het Jan Lauwestadion, jullie voelen je hier echt thuis? Ja, precies. En vooral wij samen. Ik denk dat wij een beetje hetzelfde type spelers zijn. Technisch begaafd en kunnen kansen creëren. En we voelen elkaar ook heel goed aan. En we merken ook gewoon de sfeer die er in het stadion hangt. Dat als we aan de bal komen, dat ze achter ons staan. Dus dat is heel fijn. Je maakt vandaag een prachtige goal. Was dit een van je mooiste in een blauwe shirt? Dan moet ik even nadenken. Kan ik niet zo snel zeggen, maar hij zat er heel goed in. Hij zat in het dak van de goal, goede actie, dus het was een mooie goal. Oké, en dan maandag weer alweer tegen Jong PSV. Wat verwacht je van die wedstrijd? Weer een wedstrijd die beide kanten op gaat. We weten Jong PSV met veel talenten die goed kunnen voetballen. Maar wij moeten daar onze kracht tegenover stellen en moeten die wedstrijd gaan winnen.